Apple heeft zijn uitnodigingen uitgestuurd voor het September-event. Het event waar er nieuwe iPhones en Apple Watches gepresenteerd worden. In deze video ga ik in op de laatste geruchten en vertel er u alles over. 7 september om 19 uur kan je het event volgen via de website van Apple, Apple TV of gewoon via YouTube. Het event krijgt de naam Far Out en de speculaties die zijn al begonnen. Heeft het te maken met een astrofotografie-modus om de sterren te fotograferen? Of heeft het met nog iets helemaal anders te maken? We gaan het op 7 september zien. Wat een absolute zekerheid is, zijn de nieuwe iPhones die ze gaan presenteren. De huidige iPhone 13 is een jaar oud en wordt dus vervangen door de iPhone 14. En die gaat voorgesteld worden in 4 verschillende versies. We hebben de iPhone 14, de iPhone 14 Max, de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Er zijn heel weinig geruchten over de gewone iPhone 14, waardoor ik denk dat de upgrades voor dat toestel minimaal zullen blijven. Buiten de standaard upgrades die het toestel al elk jaar mee krijgt. Een betere batterij, een iets betere camera, mogelijk ook een nieuwe kleur. De iPhone 14 Max is een volledig nieuw toestel en zal de plaats innemen van de iPhone Mini. Ja, volgens de geruchten komt er geen iPhone Mini meer uit. De iPhone 14 Max is dus een iPhone 14 met een groter scherm en ook een grotere batterij. Je kan het eigenlijk vergelijken met de Pro-lijn van Apple, maar dan iets minder Pro. En over die Pro gesproken, deze zouden de grootste updates krijgen. De camera's worden verbeterd en zelfs een 48 megapixel sensor voor de wide camera. En dat maakte het ineens mogelijk om in 8K te kunnen filmen. Verder hebben we ook nog een always-on scherm, zodat je scherm altijd aanstaat, zodat je de widgets en de notificaties kan blijven zien, ook al ligt je toestel op tafel. De notch bovenaan het scherm zou verdwijnen. En dit zou vervangen worden door 2 rondjes waar je Face ID sensor en de selfie camera in zitten. Een nieuwe A16 chip, dat nog sneller is dan de voorganger. En natuurlijk ook weer een nieuwe kleur. En de geruchten zijn dat het een paarse kleur gaat worden. Na het mooie blauw van 2 jaar geleden en het groen van vorig jaar. Apple vernieuwt zijn design elke 3 jaar. Dus dit jaar gaan we nog hetzelfde design hebben zoals de iPhone 13. Wat volgens mij gewoon prima is. Naast de iPhones zien we de laatste jaren ook telkens een nieuwe Apple Watch verschijnen. Vorig jaar was er heel wat teleurstelling. Want de verwachting was dat Apple een totaal nieuw design zou gebruiken. Maar uiteindelijk gebeurde dat niet. Het waren kleine updates, zoals een beetje groter scherm, maar voor de rest was er niet veel verschil. Zo zie je maar dat je de geruchten soms altijd met een korreltje zout moet nemen. Dit jaar komt Apple gegarandeerd uit met Watch versie 8, die ook weer niet zo heel veel gaat schelen met versie 7. De batterij zou langer meegaan, er wordt een temperatuursensor ingebouwd en er zou een nieuwe low power modus beschikbaar zijn. De maten zoals ze nu zijn, 41 en 45 mm, zouden hetzelfde blijven. Maar er is ook sprake van een totaal nieuwe Apple Watch versie, een Sport of Pro editie. Deze versie zou dan wel een ander design krijgen en ook van ander materiaal gemaakt worden. Momenteel heb je de keuze tussen aluminium of staal. De geruchten hier spreken nu over titanium. Maar jammer genoeg gaat zich dat ook vertalen naar de prijs. Bepaalde bronnen spreken over meer dan 1000 euro. Echt veel geld. Naast hardware zullen we op het event ook horen wanneer iOS 16 gaat uitkomen. Meestal is dat een week volgend op het event. Als ik nu een gokje zou moeten doen, zou ik zeggen dinsdag 13 september. Ik verwacht nog één ander product naast de iPhone en de Apple Watch. En dat kan zomaar de AirPods Pro 2 zijn. Dit is een update van de al erg goede AirPods Pro, maar na 3 jaar is het misschien wel eens tijd voor een upgrade. Deze zou een nieuw design krijgen, een betere batterij. En de case waarmee je hem kan opladen zou ook een geluid kunnen geven als je hem kwijt bent via de Zoek Mijn app. Op dit event verwacht ik eigenlijk geen nieuwe iPads. Dit lijkt me eerder iets voor het event in oktober, dat er ook nog gaat aankomen. En de al veel besproken augmented reality of virtual reality bril van Apple verwacht ik ook nog niet. Het zou wel al heel erg tof zijn moesten wij een sneak peek krijgen van deze AR of VR bril. Het event vindt dus plaats op 7 september. Als we de geschiedenis volgen, zou je de nieuwe iPhones en Apple Watches kunnen bestellen vanaf 9 september en liggen ze in de winkel vanaf 16 september. Ik heb deze datums al vastgelegd in mijn agenda. Vond je het een leuke video? Vergeet dan niet te abonneren en dan komen we binnenkort zeker terug met nog meer Apple nieuws.